En dan gaan we nu naar Nelly. Nelly is een merrie van 18 jaar. Klein beetje Arabisch bloed in. Nelly komt altijd een beetje onvriendelijk over. Maar is totaal absoluut niet gemeen of kwaadaardig. Nelly was in zijn jonge jaren, in zijn jeugd, een ontzettend bakken dingetje. Schrok van alles. Is eigenlijk nooit niks meer gebeurd. Qua gebruik, niet onder het zadel, niet aangespannen. Ook Nelly hebben we als veulen gekocht. Nelly heeft 4 veulens gehad. Veel veulens, die heeft ook niet veel geleden. Nelly is eigenlijk een type paard. Type, maar meer een paard die aandacht vraagt. De vader van Nelly is Nuvelo van de Wellenhof. De moeder is Dorientje van Kerkhoven. En die heeft 3 hengstveulens gehad en 1 merrieveulen. Hij was ontzettend kijk met zijn veulens. Alleen ik kon bij je in de stal komen en voor de rest helemaal niemand. Ja, hij heeft toch wel een bepaalde band met zo'n merrie. Nelly is heel goedkoop en heel sober in onderhoud. Die leeft nou eigenlijk alleen maar van hooi. Omdat de anderen toch wel wat krachtvoer krijgen. Krijgt Nelly dan ook een klein handje. Echt een klein handje. Haven. Niet aan de camera zitten. Kijken of de haren ook loskomen. Goeie vrijdag 2 april gaan Nelly en Adwessa naar de paardentandarts. De Bast is vorig jaar in november geweest. Nu zijn Adwessa en Nelly aan de beurt. Camera een beetje recht zetten. Nee, Nelly, niet doen. Nee, niet doen. Zo, lift aan. Zo, braaf hier. Ik hoop dat jullie dit een leuk idee vinden. Om dus op deze manier te laten zien hoe en wat. Foto's zijn natuurlijk ontzettend leuk, maar op deze manier dat we meer een indruk krijgen hoe en wat. Dus ik hoop dat het ook een voorbeeld is voor jullie om ook eens een keer zoiets te maken. Nelly is ook aardig vooruit gekomen. Op het moment is het zo dat ze s'avonds om 5 uur naar mijn werk naar buiten gaan. Het eerste wat ze alle drie doen, is meer rollen in de wei. Dat de haren alweer wel loskomen. Nou, s'avonds doet hij zelf ook nog even zo. Dus binnen een paar weken. Dan hoop ik toch dat ze weer in hun zomerveldje zitten. In ieder geval kan je genieten van de mooie, schone haflingers. Dat geniet ik nou natuurlijk ook wel, maar in de zomerdag is een hafling altijd mooier dan in de winterdag. Scheren doen we eigenlijk in principe niet meer, in het verleden wel gedaan. Alabaster als hengst zijnde en ook Adwessa toen hij nog in de sport liep. Helemaal geschoren. Maar nu is alles een beetje meer hobbymatig geworden, niet meer zo die drukte achter van presteren in de sport.
We hebben besloten om ze niet meer te scheren, ook geen dekens meer op. Ja, een raar meisje. Kijk maar eens naar de camera. Ja? Kom maar, kijk maar eens naar de camera. Richard. Ja? Ja, een braaf Piet. Nou, dat was Nelly. Nou, als we nu naar buiten kijken, dan is het inmiddels alweer donker. Ik geef dadelijk het laatste voer aan de paarden. En dan sluit ik de boel af en dan ga ik thuis met het filmpje aan de gang. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Een klein indruk krijgen van Koen met zijn haflingers. En dat het een leuk voorbeeld is. Dat ik jullie op een idee heb gebracht om ook zoiets in elkaar te zetten. Mits jullie natuurlijk een filmcamera hebben en een goede computer om dat allemaal te kunnen verwerken. Ik zou zeggen tot ziens en doei doei.